Barentin was eigenlijk een hele bijzondere vrijwilliger. Hij deed waanzinnig veel voor de stad op tal van manieren. Voor zijn eigen club, waar hij heel erg bij betrokken was. Maar hij deed ook andere dingen voor andere organisaties in de stad. Europa Run, Ladies Run. Hij was betrokken bij de marathon. Hij heeft ook een vaardigheid verworven in de eerste hulp. Was behulpzaam bij het filmfestival. Eigenlijk een duizendpoot. En de verhalen zeggen, je hoeft hem maar te bellen of hij was beschikbaar. Nou, dan, als er mensen zijn die dan een koninklijke onderscheiding verdienen, dan hoort meneer Barentin zeker in de goede rij. En hij is vandaag ook nog 80. Dus ja, dubbel feest vandaag. Dus volgens mij, voor u, is dit een van de leukste dingen van uw werk? Ja, lintjes knippen en het uitdelen natuurlijk van onderscheidingen. U begrijpt het, dat is natuurlijk het vak van de burgemeester. Dat is ook alles zo ongeveer wat we doen de hele dag. Manieus. Nee.